All Nippon Airways uit Japan gaat er als eerste maatschappij mee vliegen. De Japanners zouden de Dreamliner 3 jaar geleden al krijgen, maar door problemen met het ontwerp en de productie lukte dat niet. De Dreamliner is volgens Boeing 20% zuiniger dan andere toestellen omdat het van lichtere materialen is gemaakt. Ook zou het vliegtuig comfortabeler zijn voor passagiers. De ramen zijn groter en door de lagere luchtdruk en hogere luchtvochtigheid hebben passagiers minder last van een droge neus en keel. Boeing heeft ruim 800 Dreamliners verkocht.